En waarom? Omdat het natuurlijk heel erg belangrijk is om elkaar te leren kennen. Om de politieke standpunten te kennen, om een bewuste keuze te kunnen maken voor een partij. In Nederland zijn nog altijd, ondanks de crisis, een superrijk land, groeit de ongelijkheid. We hebben gewoon weer klassieke klassenverschillen. En voor mij zal de komende jaren, net zoals de afgelopen jaren, de klassenstrijd centraal staan. Ik vind de crisis en 30 jaar neoliberaal beleid heeft niet alleen de wereld op zijn kop gezet, maar dat heeft ook zo zijn impact gehad op ons land. Wat hier heel erg speelt is dat mensen eigenlijk een ander systeem willen. Wat hier naar voren is gekomen is de onzekerheid over werk en inkomen, de ongelooflijk dure zorgkosten en het feit dat mensen zoiets hebben van ja, maar kunnen we nu alsjeblieft een alternatief links blok maken? En mijn antwoord is ja, dat kunnen we als wij samen de macht pakken. Helemaal niet snel genoeg, maar bij iedere gelegenheid zet ik het kabinet onder druk om daar stappen in te zetten en die zetten ze ook. Wij hebben ervoor gezorgd dat mensen met een handicap ook gewoon bij een normaal bedrijf konden werken. En als het gaat om kinderen op de basisschool of op de kinderopvang, is het heel erg belangrijk dat kinderen van alles meekrijgen. En dat het niet zo is dat alleen bij hoogopgeleide kinderen de gezinnen hun kinderen naar sportles doen, het hebben over, of samen naar het jeugdjournaal kijken. Hoe is het om eigenlijk een overwegend Turkse gemeenschap om daarvoor te spreken? Hoe het is eigenlijk niet anders in veel opzichten, want ons wordt gevraagd welk verschil hebben jullie gemaakt de afgelopen jaren. En het geeft mij de gelegenheid om verantwoording af te leggen. Er zijn nog te veel mensen die niet profiteren van het economisch herstel. En er zijn ook nog te veel dingen die niet goed gaan. En ik heb onze plannen geschetst. Een klein verschilletje wel is dat het heel vaak tweetalig moet. Niet iedereen verstaat de Nederlandse taal goed hier. En dan doen we het ook af en toe in blokjes in Turks. En dat is op zich ook een politiek onderwerp op zich, hè? Ja,